Zoek jij toevallig een hele mooie, betaalbare, akoestische dreadnought gitaar? Ik heb hier misschien wel een heel leuk voorstel voor jou. Hier heb ik vast de Fender FA125 CE in een naturel kleur. De FA-series van Fender, heb je heel veel toffe mooie gitaren in deze range. En dit is de 125 versie. De CE aan het einde staat voor Cutaway Electric. Dat betekent dat deze gitaar ook elektrisch uit te versterken is. Daar ga ik zo meteen heel veel meer over vertellen. Wat heb ik hier vast? We hebben hier een lindenhouten body van zijn achterkanten van lindenhout. En het bovenblad is van sparrenhout. Met een hele heldere, warme toon tegelijkertijd. De hals is van NATO en de toets is van walnoot, net als de brug. Dit is een hele betaalbare gitaar, maar ook eigenlijk een hele professionele gitaar. Vanwege de cutaway en vanwege het elektronisch systeem van Fishman kan je op ieder podium hiermee terecht. We hebben vandaag een microfoon voor de gitaar gezet. En we hebben hier ook een AER akoestische gitaarversterker, waar de gitaar op ingeprikt is. Zodat je allebei de klanken een beetje kunt horen. Ik ga gewoon wat dingen laten horen en dan gaan we vanzelf merken wat deze gitaar allemaal te bieden heeft. Laten we even luisteren. De gitaar voelt voor mij heel dynamisch aan. Je hebt een mooie nuance tussen hardere aanslagen en zachtere aanslagen. En ook de plek waar je aanslaat, dat pikt de gitaar heel goed op. Bij de brug klinkt het dan wat helderder. Dichter bij de hals klinkt het wat warmer. Waardoor je heel, als speler heel erg dynamisch de gitaar kunt gebruiken. Dat zijn eigenlijk eigenschappen voor een veel duurdere gitaar. En deze gitaar heeft dat allemaal te bieden. Dat is heel tof. Daarbij heb ik hier bovenin een klein controlepaneeltje. Het eerste wat opvalt, wat heel fijn is, hier zit een ingebouwd stemapparaat in. Die wordt gevoed door de 9 volt batterij die hier aan de onderkant kan plaatsen. Een ingebouwd stemapparaat zorgt ervoor dat als je hem aanzet, dat ook het geluid uit de versterker gelijk gedempt wordt. Zodat je als je op een podium staat bijvoorbeeld in stilte kunt stemmen. En overal waar je bent, ben je dan gewoon zuiver. Dan hebben we nog een volumeknop, voor de volume uiteraard. Een bassknop voor de lage tonen en een trebleknop voor de hoge tonen. Zo kan je heel nauwkeurig je geluiden aanpassen op het podium staat. Of als je iets wil opnemen thuis bijvoorbeeld met een kabel. En dan heb je eigenlijk wat meer controle over hoe de gitaar aan de andere kant overkomt. Verder speelt de gitaar heel comfortabel. De hals is niet te groot, niet te dik. Gewoon, ook niet te dun. Hij voelt gewoon stevig aan zonder dat het je spel tegenhoudt. En hij klinkt heel helder. Dat is eigenlijk wat ik vooral heel erg opvallend vind. Het geluid gaat echt naar buiten. En dat is voor een gitaar in deze prijsklasse heel, heel bijzonder en heel fijn. En verder heb ik hier niet heel veel meer op toe te voegen. Behalve dat ik je eigenlijk zou aanraden om deze gitaar of meerdere gitaren uit de FA-lijn uit te proberen in de winkel. Zo kan je natuurlijk het beste erachter komen of de gitaar bij jou past. Deze gitaar hebben we rechtstreeks uit de doos gehaald net. Gewoon de Fender doos. Hij was dubbel ingepakt, dus er zaten twee stevige dozen omheen. En ik heb eigenlijk niets hoeven te doen behalve stemmen. En dat was wel prima om te spelen, zeg maar. Dus ben je een beginner en wil je gewoon een goede gitaar, is dit heel handig. Ben je misschien een elektrische gitarist en wil je ook graag een keer een uitstapje nemen naar de akoestische wereld? Dit is een heel mooi model om mee te beginnen. Maar nogmaals, probeer hem uit in de winkel zou ik zeggen. En dan heb je extra bevestiging dat hij goed bij je past. Uiteraard ligt er ook altijd, of staat er ook altijd, een linkje klaar in de omschrijving van deze video. Als je daarop klikt, kom je op de productpagina bij Bucks Music van deze Fender gitaar. En dan kan je alles nog even nalezen. Kan je eventueel series met elkaar vergelijken en alle specificaties nog doornemen. Maar eigenlijk, wat ik net heb genoemd, zijn de belangrijkste eigenschappen. Hij ziet er ook gewoon heel vintage en heel prima uit. Leuke details zijn de wat versierde brug. En best wel een mooie grote headstock. En deze gitaar heeft wel flair in een mooie hoogglans uitvoering. Het oogt zeker niet als een beginnersgitaar. En eigenlijk is het ook geen beginnersgitaar. Het is gewoon een hele betaalbare gitaar. Nogmaals, bedankt voor het kijken. Wil je meer weten? Laat een vraag achter. Kom bij ons langs in de winkel. Er zijn altijd productspecialisten aanwezig die je kunnen helpen. En ik zie je graag bij een volgende video. Bedankt.